Heren, hartelijk dank voor deze prachtige opening. Vol uit volle borst. Mooi. Ode aan Dokkum. Ik dacht heel even dat het de admiraliteitsjonkers waren, maar ik zie inmiddels dat het absolute jongers binnen. Gezien de gemiddelde leeftijd. Dankjewel. Ja, het had gekund. De opening van de admiraliteitsdagen, dames en heren. Hier op de Halve Maanspoortbrug. Van harte welkom. Mijn naam is Sint-Jan Bouwsema. Geboren en gedeeltelijk getogen Dokkumer. En ik vind het een eer dat ik hier mag staan voor een belangrijk moment uit de geschiedenis van Dokkum. Want we gaan vandaag een heel mooi en belangrijk monument onthullen. Dat komt allemaal door één persoon die in Londen in een bibliotheek in één keer een lied vond. Een lied vond dat over de zeerovers ging. Over de admiraliteit. Over de mannen die hier werden gevangen op de Waddenzee door de admiraliteit van Dokkum. En mannen die hier in deze moordstad opgehangen werden. We zijn nu weer een stukje geschiedenisrijker en bewuster van die geschiedenis. En dat gaan we vandaag eren met een onthulling van een mooi kunstwerk. Dat kunstwerk staat aan die kant, daarachter. U ziet het, het is nog niet duidelijk wat het precies is. Wat het zometeen wordt, dat wordt zometeen duidelijk. En tijdens deze ceremonie van het kunstwerk anno 1630 genaamd,
gaan er een aantal bijzondere dingen plaatsvinden. Ja, want we hebben het opgeluisterd, onder andere met het Shanticoor die een aantal keer voor ons gaat zingen. Ook het lied wat van het zeerovers afkomstig is, gaan ze ter gehoren brengen. Dat gebeurt na de onthulling van het kunstwerk. Maar we hebben ook de stadsschutterij uit Sloten uitgenodigd om het kanon weer in gebruik te brengen. Ja, het kanon wat hierachter staat, achter het Shanticoor, dat wordt zometeen in gebruik genomen voor het eerst sinds de 80-jarige oorlog. Ja, dat is heel spannend. We zijn ontzettend benieuwd hoe dat gaat klinken. Ik hoop, dus dat wordt spannend even hoe dat gaat. En of het ook goed gaat. De stadsschutterij heeft een tweede kanon meegenomen uit Sloten. Voor het geval dat. Maar hoe we het vandaag gaan doen tijdens deze ceremonie. En ja, de wagentjes die gaan al een beetje aan de kant. Anders wordt hij op weg gereden door de kanon. Ja, dat is inderdaad zo. Even inparkeren hier. Even eens achteruit hoor. Want ze komen meteen aan, de stadsschutterij. Ja. Dames en heren, het is een beetje hinder is het vandaag bij deze speciale ceremonie. Maar let op. De kanons, het ceremonie met het kanon gaat daar plaatsvinden. De onthulling van het kunstwerk gaat daar plaatsvinden. En wat er ook nog gaat gebeuren is dat we de eerste kotters welkom gaan heten. De kotters van de familie Post en Schreegarders, die komen zo meteen binnen. Nou, die moeten we natuurlijk even goed welkom heten. Dat gaat zo meteen allemaal gebeuren. Dus we zullen een beetje interactief hinder erin, Matten. Van deze kant naar die kant en bij waarom. Want het Shanticoor die gaat niet bewegen. Ja. We hebben keihard proberen te onderhandelen. Niet gelukt, ze willen alleen maar draaien. Dat is prima. Heren, hartstikke goed. Ze kunnen wel door de knieën. Serieus? Gegarandeerd, iedereen kan door de knieën? Ja. Dat kan dus. Nou goed, mocht u willen blijven staan en mocht hier mensen blijven staan en jullie kunnen door de knieën, zou dat heel aardig zijn. Goed, nou nog een spanningsboog erbij. Goed, als allereerste, let op. De ceremonie met de kanonschoten. De stadsschutterij van Sloten is hier. Geef ze welkom een grote... Oh, u moet aan de kant daar, want ze komen via die kant. Goed donder. Stadsschutterij Sloten, komt u maar! Ja, het applaus duurt net zo lang totdat ze binnen zijn hoor, anders komen ze niet. Ja, komt u maar! Ja, wacht nog maar even met het applaudisseren voordat ze bijkomen. Ja, ze zijn applaus gewend door Sloten, dus Dokkum laat van je horen. De schutterij gaat plaatsnemen. En mocht u willen en mocht u het iets beter zien, die kunt het daarvan. En ondertussen, terwijl hier de voorbereidingen getroffen wordt, ziet u hier de schutterij, de stadsschutterij Sloten. Aan de achterkant ziet u ondertussen binnenkomen de familie Post met de oudste nog in gebruik zijnde kotter. En Monte en Eeltje Schreegardes. Die kotter die komt uit 2000. Volgens mij is de eerste de oudste. Die blijft hier zo meteen even liggen. En de tweede die komt uit 2000. Dus... Oh, dit is droogschieten. Droogschieten. Oh, oké, je bent gewaarschuwd, dames en heren. Dit was een... Wat hebben we nu... We hebben nog geprobeerd om het zundgat open te krijgen. Ik twijfel, laat ik het zo bekijken. Het wordt spannend, dames en heren. Het wordt spannend. Het zundgat. Het loopt zich aan de deur. En volgens mij... Orde dit. Lastig met een... Thank you.
Er wordt nu gevraagd wie hem af gaat schieten. Mag ik dat doen? Maar wat moet ik doen? Verrek. Ja, oh, ja, vertel maar. Ja, daar zit een brandend touwtje aan. Het touwtje houdt eerst tegen het puntje van de hond aan. En dan gaat het vanzelf af. Oké. Klop, bijvullen! Dus. Iemand opgelet tijdens de uitleg van wat ik moet doen. Rek, jongens. Rek, jongens. Dames en heren. Dit was niet afgesproken. Oren dicht. Oren dicht wordt hier geroepen. Ik mag hem aansteken. Ik pak hem even. Oké, rustig. Oeh, verrek. Ja. Ja. Dames en heren, de Stadsschutterij Sloten zorgt hier voor een knallend begin van de... Oh, gelijk drank. Proost, chums jongens. Dit was allemaal niet afgesproken, hartstikke leuk. Als jongen dat tegen is, dan zou het eigenlijk nog vaak bij gebeuren, denk ik. Maar dat is heel best. Die is heel best, ja, mooi. Je moet graag wat zitten tussen de meesten, want het is een belangrijk moment. Dit. Ja, zeg maar verder. Ja. Nou, ik wil je ook even die verwondering uitspreken, hoeveel belangstellende je er bij bent. Dus al je nogmaals tegenwoordig je bij de inbreng van Autoriteitsdagen, juist bij de doop van het bootje, Piet Ekkelsketten, gezellig en mooi. En dat al je nou onleerend van je sneuk. In Londen, in een, ja, daar hadden we een fest ontdekt. Nou, daar hebben we een Autoriteitsjongen voor. Die hadden het bewerkt en die hadden een prachtig fest gemaakt. Dat zijn ze aanstek fest. Dan kreeg je een klasjongen. Wij zijn echt een stad, een gemeente, die iets stort voor toerisme. Dat had ik wel een best, dat die mensen kwamen, die wonen wat vertellen. Dus we weten al niet hoe het met bonafages rekken, aanrekken worden is. Zo hebben we natuurlijk die piraten, we hebben naast naar die straf van Ipenier zelf. Die mensen merken dat onze verkeerde aan kan, die kwam je met verkeerde bedoeling. Maar al die mensen die met goede bedoeling zijn, die ben je natuurlijk tegen welkom. De laatste jaren hebben we dat nog bod als gemeente op investeren. En dat had ik resulteerd dat we nu een 20.000 bezoekers, sleepers per jaar. Nu staan we zo'n kamer of 400.000 mensen die hier over nachtje per jaar. Dat is nou het man. Nou, je weet echt hoe het maar de zware binnendemocraten aan is. Die moeten je net ha. Dus elke die zich goed hart aan draagt, die ben je tegen welkom. Al die mensen die een prachtig mooi stadje in Bechem wonen, een historisch mooie stad. Ik ben correct, wij waren in Canada, daar hebben we ons worden. Maar nergens had ik zo'n mooi plekje gevonden als wat wij hier in Dokkum gelukkig door de jaren moeten.
bewaren ha. En we hebben tegen bezig ben en we hebben de komende jaren ik bod op investeren zelden. En of u ze riep mag krijgen. Nou, dat mag zij eens doen komen. Al die mensen die zich hier inzet ha om dit te bewerkstelligen, die wil ik hierbij tegen dank zeggen. Frank van Dijk, de kunstenaar, een veelzijdig iemand die dit ontworpen had. We zullen aan het zien wat ontworpen is. Ik de jongens, tegen dank van je bijdrage. En ik word er vanuit dat waars nog alle meer van hem jaren. Nou, en de ambtenaar die al bij betrokken met een hart en alles in je vest. Maar al je tegen dank en ik wens je al je hele gezellige dagen hier in Dorm. Dank u wel. Pieter Braaksma, tegen dank. De vertaling die kunt u terugvinden naar. Nou, gewoon bij België. Nou, gewoon bij België. Ja. Dames en heren, Pieter Braaksma, blijf er even bij, want we nemen u mee zo meteen naar de onthulling van het kunstwerk. En dan wil ik nu graag iemand aan u voorstellen die eigenlijk de bron is van waarom wij hier allemaal bij elkaar zijn. De vinder van het lied over de zeerovers, Nicole Dijkstra. Ja, geef me even een welkomstapplaus. Want dat zeeroverslied is vorig jaar in 2017 door jou gevonden in Londen. Vertel eens, hoe ging dat? Wat gebeurde er? Wat was je aan het doen? Wat bracht jou daar? Nou, ik ben zelf eigenlijk niet eens in Londen geweest, maar tegenwoordig gaat het ook wel digitaal natuurlijk. Waar zat je dan? Ik zat gewoon thuis in Leeuwarden. Jij zat thuis in Leeuwarden. Het verhaal, probeer ik het een beetje smeuïg te maken. Maar het is mooi dat je de bron vond vanuit Leeuwarden, ja. Ja. Nou, en daar heb je dus een website, de Liederenbank. En daar staan allemaal verwijzingen op naar hele oude liedjes. Ja. En ik typte eigenlijk op goed geluk Dokkum in. En toen vond ik een beschrijving van een lied uit 1630. Over iets met zeerovers. Ik dacht, dat klinkt wel interessant. Wat dacht je toen je dat vond? Ja, dat wel iets bijzonders, want eigenlijk is over die admiraliteit van Dokkum, ja, er is wel het een en ander bekend, maar niet om een hele dikke boek over te schrijven eigenlijk. Archiefmateriaal is eigenlijk vrij schaars, dus dat maakt het wel bijzonder. En toen stond er dus een verwijzing naar een bibliotheek in Londen en daar lag dan dat originele lied. En toen? Ondertussen trouwens wordt hier flink geboord en gewerkt aan het oude kanon om te kijken of we hem alsnog zo meteen in gebruik kunnen nemen. Dan weet u dat er inmiddels flink wat geboord wordt. Ja? Ja? En toen heb ik daar een scan van opgevraagd en dat bleek een heel uitgebreid lied te zijn met allemaal coupletten en daar wordt eigenlijk het hele verhaal in verteld. Had je in de gaten dat je iets bijzonders in handen had? Vrij snel. Er is eigenlijk maar één of twee boekjes zijn er over die admiraliteit van Dokkum. En daar werd het maar heel kort in beschreven dat dit gebeurd was. Dus ik dacht wel, dan is er waarschijnlijk ook niet veel meer over bekend. En dat maakt het dus wel bijzonder, ja. Wat heb je toen gedaan? Toen heb ik er nog wat meer onderzoek naar gedaan. En toen kwam ik er ook achter dat in Den Haag, daar heb je het archief van de Staten-Generaal. En daar was nog veel meer te vinden. Dus ook interviews met twee van die zeerovers. Want even, het verhaal wat toen naar boven kwam. Kun je in hoofdlijnen vertellen wat zich hier heeft afgespeeld met die admiraliteit van Dokkum op de Waddenzee met die rovers? Vertel. Nou, het was natuurlijk de tijd van de 80-jarige oorlog. En uit de zuidelijke Nederlanden, zeg maar wat nu België is, daar kwamen allemaal zeerovers vandaan. En die kaapten zo ongeveer 200 schepen per jaar van de Nederlanden. En het verhaal gaat dus over één zo'n scheepje met maar 13 zeerovers aan boord. Eigenlijk een heel klein roeibootje. En die ging op kaaptocht en eigenlijk naar de Waddenzee. En toen hebben ze onderweg een aantal schepen gekaapt. En uiteindelijk kwamen ze bij het Duitse eiland juist uit. En toen dachten ze weer dat ze een schip zouden kapen, maar toen sprongen daar een aantal soldaten uit. Toen zijn ze nog gevlucht naar een eilandje s'nachts. Maar ze konden uiteindelijk niet meer daar weg ontvluchten. Dus toen zijn er 8 van de 13 gevangen genomen. Ja, dit was een soort list van de admiraliteit van Dokkum, hè? Ja, daar lijkt het wel op, ja. Dat komt niet zozeer uit de archiefstukken terug, maar wel uit het liedje. Daar wordt echt gezegd van, we dachten dat we weer een schip gingen kapen, maar toen sprongen er allemaal soldaten uit het schip. Sprongen er allemaal soldaten uit het schip? Soldaten van de admiraliteit? Ja, daar wordt ook gezegd, twee dappere kapiteins van de admiraliteit van Dokkum, dat wordt echt zo gezegd. Die wisten ons gevangen te nemen. Uiteindelijk heeft die admiraliteit en die twee kapiteins van de admiraliteit van Dokkum. Eentje heb ik mogen spelen voor een speciale app die binnenkort in gebruik wordt genomen. Hendrik Tijmens en je had Wouter Jeppens van Anjem. Dat waren de twee kapiteins. Die wisten die piraten zeg maar mee te nemen, maar toch zijn er nog twee ontsnapt geloof ik, hè? Ja, die zijn waarschijnlijk uit de gevangenis ontsnapt op de een of andere manier. En of ondertussen al.
Dus uiteindelijk weten we niet waar die gebleven zijn. Maar, Uiteindelijk, hoeveel heeft de admiraliteit van Dokkum, en dit is echt iets om trots op te wezen, dames en heren, opgehangen hier op bij de Halve Maatshoortbrug? Vijf van de zes. Vijf van de zes, want eentje, die was te jong of zo, hè? Ja, ja, dat wordt inderdaad gezegd, die was te jong, dus die hebben ze met een lijfstraf, kwam die er vanaf. Nou, dat is aardig van de admiraliteit van Dokkum. Ja, het is toch mooi, hè, de geschiedenis. Ja, het is, ja, moord, blijft een moordstad. Maar goed, we weten deze geschiedenis nu. En dat is als een bijzondere vondst. En door die vondst van jou weten we nu iets meer over die tijd. Hartstikke mooi. En dat is ook de reden waarom veel organisaties, waaronder onder leiding van de gemeente van Dongeren deel, maar er zijn een heel aantal organisaties bij betrokken, die hier dit moment niet zomaar wilden verloren laten gaan. Die wilden daar juist een markering aan maken door een mooi speciaal kunstwerk van te maken. Een monument daar aan de andere kant. Nou gaan we die zo meteen onthullen. En dan wil ik u vragen om mee naar die kant te gaan. En inmiddels begrijp ik dat hier de boel gerestaureerd is. Dus we gaan aan het eind van de ceremonie nog één keer hem laten knallen. Hartstikke goed. Applaus voor de schutterij, dames en heren. Dus, ja. Nou ja, wacht, wacht maar even. We moeten even kijken of het nog lukt van het hele filmpje. Nikle, Pieter, we gaan naar de overkant. Ja, kijk uit, hè. U hoort mij niet. Oh, ik hoor mezelf wel. Kunt u lip lezen? Ik doe mijn uiterste best. Ja. Ah, mooi. Ja. Een onthulling. En wat nou dat kunstwerk precies uit, wat dat uitbeeldt, dat zullen we na de onthulling horen. En na het Zeelandlied, een lied wat helemaal gemaakt is op basis van een lied wat gevonden is over de Zeeland. Dokkum zult zien en het verhaal zult horen. Tjitske heeft foldertjes, dus pak ze even, dan weten jullie hoe je eraan komt. Het is erg leuk geworden. Stadsschutterij van Sloten. Bim Savier. Nog net. De foldertjes worden door...